Het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdagmiddag de automobilist die twee jaar geleden in Meijel een echtpaar en hun kleinkind doodreed, een gevangenisstraf van 15 maanden opgelegd. Ook mag de automobilist vier jaar lang geen auto besturen. Volgens het hof reed de bestuurder te hard. De nabestaanden reageerden opgelucht na de uitspraak. Justitie eiste twee weken geleden een jaar. Justitie eiste twee weken geleden een jaar cel en drie jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De rechtbank in Romont legde de automobilist, een 34-jarige Pool, eerder een terkstraf van 120 uur op. Met nog twee weken voor de opening zijn vandaag de zonnepanelen op het huis van de gemeente geplaatst. Op het dak van het nieuwe huis van de gemeente worden 550 zonnepanelen geplaatst door Regio Service uit Panningen. De opbrengst van de panelen is na verwachting voldoende voor ruim de helft van de energiebehoeften van het gemeentehuis. Daarnaast worden er lichtdoorlatende zonnepanelen geplaatst op de koepel die de gemeenteraadschaal overspant, en worden lichtstraten geplaatst. De lichtstraten leiden licht van buiten naar de binnenruimte, waardoor minder kunstlicht nodig is. Op 5 oktober gaat het nieuwe huis van de gemeente open. Op zaterdag 10 oktober is er een open dag.